De zorg in Nederland verandert. Dat geldt ook voor de zorg die mensen met een beperking krijgen van de gemeente Brunssum. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij het huishouden, speciaal vervoer of aanpassingen in de woning. Vanaf 1 januari 2015 komt daar de dagbesteding bij. De veranderingen zijn nodig om de zorg betaalbaar te houden, zodat de mensen die de zorg echt nodig hebben, deze ook straks kunnen blijven krijgen. Dat betekent dat er vanaf 2015 minder geld is voor de zorg. Welke gevolgen heeft dit voor de mensen die nu al zorg krijgen of straks zorg nodig hebben? Het uitgangspunt van de gemeente Brunssum is en blijft: mensen die zorg nodig hebben, krijgen die. Ook na 1 januari 2015. Toch wordt ook in Brunssum de zorg iets anders. De zorg is namelijk niet meer iets van de gemeente alleen, maar van ons allemaal. Daarmee bedoelen we dat we kijken wat mensen zelf nog kunnen. Of wat familie, vrienden of buren kunnen doen om te helpen. Dat noemen we op eigen kracht. Door te kiezen voor eigen kracht houden we de zorg in Brunssum voor iedereen betaalbaar en toegankelijk. En waar de eigen kracht ontbreekt, blijven we helpen met maatwerk. Want als gemeente staan we dicht bij onze burgers. Dat is fijn en vertrouwd. Ontvangt u nu al zorg van de gemeente, dan blijft alles voorlopig hetzelfde. Tot eind 2015 of tot uw huidige indicatie afloopt. In de loop van 2015 komen we bij u langs om afspraken te maken over de nieuwe zorg. Het kan zijn dat we dan bijvoorbeeld kijken of in uw geval ook de eigen kracht mogelijk is. Uw zorg blijft dan dezelfde, maar toch ook een beetje anders. De zorg verandert in 2015, ook in Brunssum. Maar u blijft in goede handen. Het uitgangspunt blijft dat u de zorg krijgt die u nodig heeft. Daar werken we samen aan. Te beginnen met uw eigen kracht. Meer informatie? Kijk op www.brunssum.nl/opeigenkracht.